Hoi, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. In deze video laat ik jullie mijn geurtjestest zien die nu op dit moment op mijn plankje staan. Het kan zijn dat ik nog wat geurtjes in mijn reviewbakken heb liggen, die heb ik er niet bij gedaan. Daar kan ik je ook nog niks over vertellen, want die heb ik gewoon echt nog niet gereviewd of gebruikt. Ik heb best wel een heleboel geurtjes. Ik ga jullie wel wat over vertellen, maar ik ga je niet vertellen welke noten er zo in dit geurtje zitten. Mocht je nou echt benieuwd zijn naar een geurtje, dan kun je die noten natuurlijk altijd even opzoeken. Sommige geurtjes zullen ook niet meer verkrijgbaar zijn omdat het een limited editie was. Maar desondanks vind ik het wel leuk om jullie gewoon eens te laten zien van wat voor geuren ik hou en wat ik zoal dus op mijn planken heb staan. Dus mocht jij benieuwd zijn welke geurtjes ik zoal in mijn bezit heb, kijk dan even mee met deze video. Ik begin gelijk met een geurtje van Katy Perry en dit is Killer Queen. Dit zijn 15 ml geurtjes. Ik heb eigenlijk altijd 15 ml, want hoe groter je gaat, hoe duurder ze worden. Deze zijn vaak zo rond de 15 euro. En dit is dus Killer Queen. Ik ben iemand die ook de doosjes om de geurtjes heen laat zitten. Ik weet dat het wel wat meer ruimte in beslag neemt, maar ik vind het gewoon heel erg tof om dat zo te laten zitten. Dus vandaar dat je van waar een doosje omheen zal, de doosjes ook zo blijven zien. Het flesje is gewoon super leuk. Kijk, hij is ook super schattig klein. Het is gewoon zo variant. En er zit dus een soort van kroonachtig dingetje op de bovenkant. Ik vind hem echt super lekker ruiken. Het is een vrij warm geurtje. Hier staat ook nog Killer Queen op. Ik vind het gewoon heel erg mooi vormgegeven en hij is gewoon super schattig. En als je dit al ziet, is het natuurlijk ook heel erg onhandig om neer te leggen. Het is best wel een warm geurtje, maar ook wel een beetje zoet. Ja, ik vind hem zelf heel erg lekker. Dit is wel echt ook een van mijn favorieten die ik heel graag gebruik, omdat ik hem gewoon super lekker vind. Dat is eigenlijk de Killer Queen van Katy Perry. Dit is dan de rode variant. Je hebt ook andere varianten, maar ik weet niet of die ook nog Killer Queen heet. Ik weet dat je ook een blauwe hebt, maar ik weet daar dus niet de naam van. Maar dit is in ieder geval de Killer Queen. De rode variant van Katy Perry. Dan heb ik dit geurtje. Deze is van Kappa. Deze bevat 50 ml. Heeft die ook nog eigenlijk een naam? Ik ga even kijken, ik weet het niet. Momento heet deze. Dit is de naam. Dit is de Momento. Dit is een roze variant. Ik heb deze ooit eens met kerst gekregen. En het is echt een heel erg lekker geurtje. Zo ziet het flesje eruit. Ook wat groter. Heel erg mooi. Dit is echt een heel erg zoet geurtje. Ik vind dit ook een heel lekker geurtje voor in de zomer. Ik vind hem echt heel erg lekker. Zoals ik al zei, ik heb hem al best wel lang. Ik heb hem ooit eens voor kerst gekregen, jaren geleden. Volgens mij verkochten ze het toen bij de Action. Maar het is wel echt een heel erg lekker geurtje. Die ik vooral ook wel heel erg lekker vind voor de zomer. Al maak ik niet echt heel veel onderscheid tussen zomer en wintergeurtjes. Omdat ik het eigenlijk vaak wel een beetje door elkaar heen draag. Dus dat is Momento van Kappa. Dan heb ik het volgende geurtje en dat is Heat van Beyoncé. Wederom 15 ml. En je zult het ook wel gaan zien. Ik heb heel veel geurtjes van bekende mensen. Omdat ik dat gewoon heel erg leuk vond. Maar dit is ook zo'n lekker geurtje. Heel warm geurtje is dit. Beyoncé heeft heel veel verschillende uitgebracht. Volgens mij was dit een van de eerste. De Heat. Maar oh, dit is zo'n lekker geurtje. Ook ziet er ook weer super leuk uit zo dit flesje. En hij is zo lekker warm. Oh, Deze is echt goals. Ik vind dit echt een heel erg lekker geurtje. Ik denk ook zelfs in de winter kan deze heel erg goed. Heat en Beyoncé staat ook echt op de zijkant. Ik vind het gewoon een heel leuk flesje. En dit is echt een super lekker geurtje. Dus daar ben ik ook echt heel erg blij mee met Heat van Beyoncé. Die ik ook heel graag draag. Dan heb ik Bruno Banani. Dit is ook weer een 15 ml. En volgens mij heeft deze niet echt nog een bijzondere naam. Nee, alleen dat hij voor women is. Ik denk dat dit een van de bekendste is van Bruno Banani, de roze. Ik vind hem zelf echt heerlijk. Heeft een heel erg leuk flesje, zo schuin. Dit is een geurtje die ik ook met heel veel liefde draag. Zo kruidig, echt. Ja, ook alweer een beetje warm.
Als iemand dit geurtje draagt, kan ik hem ook altijd gelijk en ik ruik dat. Dan weet ik gelijk welke dit is. Het is zo'n herkenbaar geurtje. En Bruno Banani heeft echt lekkere geurtjes. Ik heb dan één geurtje van Bruno Banani. Maar ik vind dit echt ook een geweldig geurtje. Echt, hij ruikt gewoon te lekker. Mocht je benieuwd zijn hoe geurtjes ruiken, je kan natuurlijk altijd gewoon bij een drogisterij binnenlopen. En ze is testen of als je wil weten hoe zo'n geurtje dan ruikt. Maar dit is echt ook leven, deze Bruno Banani. Dan heb ik een geurtje van Essence. En dit is een 30 ml. En deze komt uit de Little Christmas Factory. Dit is dus een limited editie. Is dus ook niet meer verkrijgbaar. Maar staat op mijn stash. Heeft een heel basic flesje gewoon. Maar ruikt ook weer heel erg warm. Het is ook wel een beetje zoet, een beetje kruidig. Heel erg lekker geurtje. Ja, ik heb hem al een tijdje. Ik pak hem er ook vaak wel bij met kerst, omdat dit eigenlijk een beetje een kerstgeurtje is. En daar ook wel een beetje aan doe herinneren. Ja, hij is gewoon super lekker. Ja, weet je, het is gewoon jammer dat sommige luchtjes niet meer verkrijgbaar zijn. Dus omdat ik jullie niet veel meer over kan vertellen. Maar dit is ook echt zo'n geurtje die ik echt met heel veel plezier heb gedragen en nog steeds draag, omdat ik hem heel lekker vind. Dan heb ik een geurtje van de Action. Dat is de Sexplosion. Hier zit in. Ik moet even spieken hoor. Ik moet even het licht zien. Dit is een 100 ml verpakking. En dit is gewoon een wat goedkoper geurtje. Vind ik ook leuk. Kijk, het is een best wel flinke verpakking ook. Best wel een flink flesje. Maar hij ruikt heel lekker. Hij is wel wat, dit is wel wat lichtere parfum die wat minder lang blijft hangen. Dus die moet je ook wat vaker bijsprayen als je hem wilt blijven ruiken. Maar hij is wel heel erg lekker. Het is ook een beetje, ja, een beetje zoetig. Ik vind dit vooral een heel erg lekker zomer-lente geurtje. Omdat ik hem gewoon, ja, wel heel lekker vind ruiken, ondanks dat je hem dus iets minder lang ruikt. Maar ik moet zeggen, dat vind ik sowieso bij damesparfum, dat je geurtjes iets minder lang ruikt als dat je vergelijkt met mannengeurtjes. Het lijkt bijna discriminatie. Maar de mannengeurtjes die blijven gewoon langer hangen als vrouwengeurtjes, als je het mij vraagt. Dan heb ik een geurtje van Playboy. En dit is wederom een, oh, dit is een 30 ml flesje ook. Dit is de Playboy Rock. En van Playboy hebben ze heel veel verschillende geurtjes gehad. En deze, ik vind het flesje ook super leuk. Want die heeft ook gewoon een strikje met konijnenoortjes. Super leuk. Deze is heel erg zoet. Een beetje fruitig, zoet. Niet zo warm, maar wel een heel erg lekker geurtje. Dit soort geurtjes ruik ik dus wel gewoon soms na het douchen zelfs nog. Dus die zijn dan wel wat beter. Ik ben niet iemand die heel veel opspreekt. Maar dit geurtje is ook, ja, best wel zoet, maar wel heel erg lekker. En ja, daar hou ik gewoon heel erg van. Superleuk geurtje. Super lekker geurtje moet ik zeggen. En met een leuke verpakking, dat wou ik zeggen. Ja, superleuk geurtje. Daar heb je natuurlijk niet zo heel veel aan. Hij is heel erg lekker. Dan dit geurtje van Essence. Dit is de Candy Shop. Deze heeft 50 ml. En dit is een heel zoet geurtje. Nou, dat kun je wel een beetje raden als er staat Candy Shop. Leuk flesje, staan ook wat snoepjes op. Het is misschien wat kinderlijker, omdat Essence misschien toch meer voor de jongere mensen zijn. Maar mij boeit dat niet zo. Er zit een strikje aan. Ja, en die geur die is gewoon onwijs zoet. Je moet hier echt van houden. Het is echt een heel erg zoet geurtje. Maar ook dit soort geurtjes vind ik dus voor de zomer bijvoorbeeld super lekker. Want ja, ik vind dat onderscheid best wel mag zijn. Ik vind in de zomer vind ik zoet heel lekker. In de winter vind ik toch wat kruidige, warmere geuren gewoon heel lekker. Maar het is wel een heel erg lekker geurtje van de Candy Shop. Ik vond dat op dat moment ook een van de lekkerste geurtjes die ze hadden. Gaan we weer door naar een geurtje van een bekende. En dat is Christina Aguilera by Night. En ook dit is zo'n heerlijk geurtje. Kijk, het is een heel schattig klein flesje. En hij is, deze is wel weer heel zoet. Weer minder kruidig als bijvoorbeeld die van Katy Perry of die van Beyoncé. Gaat ook alweer naar het zoete af. Maar deze wil ik ook nog wel eens pakken in de winter. Dit is wel echt een heel erg, ja, aangenaam geurtje. Ik heb deze zelfs een keer opnieuw gekocht. Omdat ik helaas
kwijt was geraakt. En ik hem toch heel graag weer in mijn stash wilde hebben. Omdat ik hem heel erg lekker vond. Dus dat is deze van Christina Aguilera. Dan heb ik een geurtje van Max. En dit is de XX by Max Wild. Hier zit 30 ml in. Dat is dit geurtje. Ik heb deze ooit gehad. En toen later, die was ik dus ook kwijtgeraakt. En toen kregen ze hem bij de Action. Toen heb ik hem dus weer teruggekocht. Ik moet zeggen, de geur is gewoon precies hetzelfde als toen ik hem gewoon bij een drogist had gehaald. Dit is het flesje. Superleuk flesje. Zo'n roze. Sommige mensen vinden het ook natuurlijk gewoon leuk om flesjes neer te zetten. Maar ja, zoals ik al zei, ik hou heel erg van die doosjes. Dit is dan wel weer een heel zoet geurtje. Deze is dan wel weer wat meer lente-zomerachtig. Maar ja, het is net waar ik zin in heb hoe mijn buis staat. Dus ik kies echt wat ik wil. Maar ik vind deze wel wat zoeter. Maar ja, volgens mij was dit ook een van mijn allereerste duurdere geurtjes die ik ooit heb gekocht. Ik was nooit iemand die hele dure geurtjes kocht. Toen ben ik een stash gaan opbouwen. Toen was dit een van de duurdere geurtjes die ik ooit heb gekocht. En ik vond in die tijd, ik was 17 of zo, vond ik 12 euro voor een geurtje best wel duur. Maar het waren ook andere tijden, denk ik. Dus nou ja, maakt ook niet uit. Dan heb ik het Glamorous and Heal Eau de Parfum. Hier zit in. Moeten we weer even spieken in het licht, want het is een donkere verpakking. 30 ml en het is de Black Editie. Ik heb deze vorig jaar gekocht en de verpakking is heel erg leuk, want het is echt een cadeaudoosje. En hier zit dan een pump in. En dit is hem. Dit is het geurtje. En als je hem openmaakt, ziet het er zo uit. En deze, die doet me precies denken aan die van Beyoncé, aan die van Heat. Dus, ik weet niet, volgens mij hebben ze dezelfde topnoten gebruikt. Maar deze is eigenlijk bijna gelijk aan die van Heat. Desondanks vind ik de verpakking heel erg leuk. Ja, aangezien ik die van Beyoncé gewoon super lekker vond, vind ik het ook niet erg. Al ruikt hij een beetje hetzelfde. Maar deze doet daar wel heel erg aan denken. Ik moet ook zeggen, deze geurtjes kon je ook niet testen. Want die zitten in plastic verpakken, stond geen test erbij. Maar ik weet dat ze ze rond de feestdagen vaak ook in verschillende edities hebben. Volgens mij roze en ook een pantenprintje. Heel lekker geurtje, ook deze. Dan heb ik weer een low budget geurtje. En dit is een apple. Lisjes geloof ik heet die. Dit is ook weer 100 ml. Dit is ook weer een geurtje dat van de Action vandaan komt. En deze, dit is een dupe van een ander bekend geurtje. Ik weet hem zo even niet. Mocht ik erop komen, zet ik hem in beeld. Heel zoet geurtje. Echt zomers. Hij blijft niet super lang hangen. Zoals je ziet lijkt het ook een beetje een appeltje. Maar hij is zo onwijs zoet dat ik hem heel erg lekker fris vindt voor de zomer. Echt een beetje een soort appelgeurtje ook wel. Ja, ik vind hem super lekker. Maar ik vind hem dus wel echt meer voor de zomer. Dan dat ik het echt. Deze zou ik dus echt niet in de winter dragen. Deze vind ik in de zomer heerlijk. Omdat ik het wel lekker vind om een geurtje te dragen. Maar in de winter niet. Maar desondanks vind ik het wel een heel lekker geurtje. Ik weet niet of die hetzelfde ruikt als de originele. Want die heb ik niet. Maar ik vind hem in ieder geval super lekker. Dan heb ik ook een geurtje van de Lidl. En dat is de Chelou. En volgens mij zit hier ook 50 ml in. Ja, 50 ml. Ik heb deze ook in het blauw, maar die heb ik tot nu nog niet getest. Dus die zit ook niet in deze video. Dit is een geurtje, die had mijn moeder vroeger altijd. En die heb je dus in twee kleuren. En ik vond hem vroeger altijd al heel erg lekker. En toen dacht ik een tijdje terug, ze hadden ze nog steeds bij de Lidl. Laat ik hem ook eens weer eens kopen om te kijken of ik hem nog steeds lekker vind. En dat was echt het geval. Wel, deze is wel heel zoet. Dus deze zou ik wel weer meer lente-achtig noemen. Maar wel een heel erg lekker geurtje. Maar dus wat zoeter van geur. Blijft op zich nog best wel lang hangen voor een low-budget geurtje. Ben ik niet zo gewend. Maar ik ben nou ook wel weer heel benieuwd hoe die blauwe ruikt. Die ga ik binnenkort reviewen. Maar dat is deze gewoon, ja, heel goedkoop geurtje van Lidl. Ik vind het leuk om ook eens af te wisselen met wat goedkopere geurtjes. Het hoeft niet allemaal even duur te zijn. Dan dit geurtje van Essence. En dit is een 10 ml geurtjes. En dit is de Girls Night Out. Je had bij Essence kleinere en grote geurtjes. En dit is dus zo'n kleintje. Schattig flesje ook. En deze ruikt heel zoet. Deze vind ik echt wel meer voor een tiener misschien. Maar ondanks vind ik hem wel heel lekker. Hij is wel heel erg zoet. En dat is denk ik wel dat die geurtjes van Essence toch wat zoetere
dingen bevatten dan dat je misschien gewend bent. Als dat je een geurtje koopt die wat duurder is. De geurtjes van Essence zijn volgens mij rond de 5 euro. Toen de tijd. Ik weet niet wat ze inmiddels kosten. Maar deze is wel heel erg zoet. Maar desondanks ook wel weer lekker. Dan heb ik... even kijken hoor. Een geurtje van Lady Gaga. En dit is de Fame. En hier zit 15 ml in. En dit is de Black Flute. Ja. Yeah. En dit klinkt heel scary, maar hij laat zwarte vlekken achterop je. Juist. Kijk, ik vind echt zo'n flesje op bij Lady Gaga pas met van die poten eraan. En hij is zo lekker. Oh, heerlijk. Echt. Ik vind hem echt heel lekker. Maar ik gebruik hem nog niet. Ik heb niet zo heel veel gebruikt. Ik heb ook nog een grote variant. Die heb ik ooit in een cadeauverpakking gehad. Maar hij is echt heel erg lekker. Alleen dat zwarte, dat nodigt niet echt uit. Want hij laat dus echt een licht zwart ding achter op je huid. Maar hij is wel super lekker hoor. En ik vind het ook wel een beetje passen bij Lady Gaga. Weet je wel, dat extravagante. Super lekker geurtje. Ook weer wat, ja, toch wel weer wat zoeter. Ja, ik vind hem heel erg leuk en lekker. Dus dat is het belangrijkste. Dan heb ik een geurtje van Sex and the City. En dit is de, moet ik even kijken hoor. Er zit 30 ml in. En dit is de In Night. Ik weet dat het iets met night was. Dat is deze. Dit is ook zo'n lekker geurtje. Ook deze heb ik ooit eens voor kerst gekregen. Sorry dat mijn stem wat afneemt. Maar ik heb heel erg last van mijn keel. Het ziet er zo uit. Heel erg tof. En hij is gigantisch lekker. Zo, dit is ook weer een beetje dat kruidige, dat warmere. Oh, ik kan hier aan blijven ruiken. Je zou gewoon maar naar high worden van die geurtjes. Maar het is zo lekker. Nee, echt een heel erg lekker geurtje. Heel erg blij mee ook. Nog steeds. Ik probeer mijn geurtjes ook heel erg af te wisselen. Maar ik vind hem echt geweldig lekker. Echt. Ook zo'n leuk geurtje heb ik dus ooit ook eens gekregen. Dus dat is die. Dan het volgende geurtje, dat is van Esprit en dat is de Jean Style. Hoeveel milliliter zit hierin? 15. 15 milliliter. Deze gingen er ooit eens een keer uit, die heb ik toen met een hele grote korting kunnen kopen. Kijk, hoe schattig dit is hem. En hij ruikt... ja, wat zoetig ook weer. Dit is ook wel weer een beetje een zoet geurtje. En volgens mij kostte deze toen nog 7 euro of zo. Als het niet minder is of 3 euro. En toen dacht ik, oh, daar wil ik hem wel voor kopen. Want dat vind ik echt lekker. En ja, hij ruikt echt wel heel erg lekker. Ik zou hem weer vaker moeten pakken. Want ik gebruik toch wel vaak dezelfde geurtjes. Maar nu ik zo weer eens door mijn stash heen ga. Ook al zie ik het elke dag gewoon staan. Is het ook wel weer leuk dat ik denk, oh ja, die kan ik ook alweer eens gaan gebruiken. Dus dat is deze van Esprit. Dan heb ik nog een geurtje van Essence. En dit is uit de Barry On collectie. Dit is een 30 ml geurtje. En deze is sowieso echt super zoet. Het is dit geurtje. Deze heb ik nog niet zo heel erg lang. Maar deze is echt onwijs zoet. Deze is echt zo gigantisch zoet. Dat ik hem meer in de zomer zou dragen dan in de winter. Want ik vond hem echt wel heel erg intens zoet. Maar hij is op zich wel lekker. Maar je ruikt wel heel erg goed dat er een berry geur in zit. En dat maakt hem voor mij wel heel erg zoet. Maar desondanks... ja, ook een leuk geurtje. Dan heb ik dit hele kleine geurtje van The Voice. Ik weet hier helaas alleen de naam niet van. Het is echt een heel klein flesje. Want volgens mij zit er maar 10 ml in of 15. Hij ruikt heel erg lekker. Ook een heel zoet geurtje. Alleen, ik zie de naam. Die staat er niet op. Dus dat is een beetje lastig. Volgens mij, het was iets met pink. Ik ga hem even opzoeken, want ik heb hem gereviewd op mijn blog. En dan zal ik even eronder zetten hoe die nou daadwerkelijk heet. Want het papier die eraan hing, die moest je eraf halen om het geurtje te kunnen gebruiken. Dus vandaar dat ik de naam niet meer weet. Maar dit is dus een microfoon, zoals je kan zien. Dus dat is wel een super leuke geur. En dit is gewoon zo'n mini. Die heb ik vorig jaar een keer gekocht voor 3 euro. Want die was in de aanbieding of... in de korting. Dan heb ik een geurtje van Vanderbilt. Dit is van Gloria Vanderbilt. En dit is volgens mij ook weer 30 ml als het niet meer is. 100 ml zelfs. Hey, wel even een verschiltje hè. 100 of 30. Dit is een geurtje wat wij vroeger over hadden. Deze komt van de Action. Dan moet ik wel zeggen, die je vroeger bij de drogist kocht. Als je die schudde,
Er kwamen glittertjes in. Dat heeft deze dus niet. Dus vroeger kreeg je ook, had je gelijk een soort subtiele glitter op je lijf. Dat heeft deze niet. Het is een heel zoet geurtje. Echt heel zoet. Het is ook een heel herkenbaar geurtje. Maar ik vind hem af en toe best wel lekker. Ja, dit is wel echt een heel erg zoet geurtje. Maar ik vind hem ondanks dat wel heel erg lekker. Ja, toen deze, dit soort geurtjes, die zie je nu tegenwoordig ook gewoon vaak bij de Action. En dan als ik er een keer kom en ik zie een keer zo'n geurtje wat mijn jeugdherinneringen opdoet, neem ik er gewoon één mee. En dat is als die Gloria van de Bult er dus eentje van. Dus even kijken wat we nog meer in de aanbieding hebben. Oh, deze. Deze is ook zo heerlijk. Deze is van Puma. En dit is de Puma Jam. En dit is 20 milliliter. Dit is een heel klein schattig geurtje. Maar hij is oh zo lekker. Onwijs zoet. Wel weer meer voor de zomer, maar hij is echt heerlijk. Ja, echt ook een heel herkenbaar geurtje. Deze ruik ik ook echt wel de hele dag door. Het is een heel schattig flesje. Ik vind hem echt super lekker. Ik zou dit soort geurtjes ook echt zo weer opnieuw kopen als ze op zouden zijn en ze zouden nog bestaan. Ik weet niet of heel veel geurtjes nog verkrijgbaar zijn. Daar ben ik toch wel benieuwd naar. Maar deze vind ik ook wel echt super lekker. Dan heb ik een geurtje van Avril Lavigne. Dit is wederom 15 milliliter. Dit is de Black Star. En wat was het leuke aan dit geurtje? Volgens mij is deze al lang niet meer te koop hoor. Kijk, dit is het geurtje. Dit is het flesje. Hij ruikt onwijs. Nou, zoet, warm. Deze zou ook nog wel in de winter kunnen, moet ik zeggen. Ja, en dan zat hier zeg maar zo'n ring aan. Die kon je dan zo omdoen. En dan had je zo'n starring. Ik zal hem zo op mijn andere hand doen, want dit is irritant. Het ziet er niet uit. Het zit ook helemaal niet lekker, want er zitten van die stuts aan. Maar het idee was leuk, weet je wel. Dat zat dan om je flesje heen. Hartstikke leuk idee, maar wel een heel erg lekker warm geurtje ook. Ik had daar toen gewoon heel erg een affectie mee om geurtjes te kopen die, ja, van bekende mensen waren. En daar was dus deze ook eentje van. Super lekker geurtje. Geurtje van Essence. Wederom 30 milliliter geloof ik. En dit is uit de Back to the Nature collectie. Dat is dit geurtje. Heel soms hebben ze bij Limited Editie een geurtje en die ziet er zo uit. Heel erg leuk, want hier staat ook Love in. Dat hebben ze echt super leuk gedaan. Maar deze is wel heel, heel zomerachtig ook. Het is eigenlijk Back to Nature. Het was eigenlijk een beetje een herfstcollectie. Maar ik vind het geurtje wel weer een beetje zoetig. Dat ik denk, ik zou hem liever in de herfst of in de zomer, lente of in de zomer gebruiken. Ik vond het niet echt een herfstgeurtje. Ondanks dat hij dus wel uit een herfstcollectie kwam. Maar ook wel een heel erg lekker geurtje deze. We zijn er bijna doorheen mensen. Ik heb namelijk een geurtje van Mariah Carey. En dit is de Lollipop. Even kijken hoor, hoeveel milliliter dit is. Namelijk de 30 milliliter. En dit is dus de Lollipop. En ja, je kunt al wel zien dat dit een heel zoet geurtje gaat zijn. Ook deze heb ik een keer voor kerst gekregen. En hij heeft een heel erg leuk flesje, want hij is roze en er zit een vlindertje op. En hij ruikt... heel zoet. Het is echt een heel zoet geurtje, maar dat kun je eigenlijk al wel een beetje aan de naam aflezen. Lollipop, maar ik hou er wel van. Ik vind het echt een heel zoet geurtje. En het is ook altijd natuurlijk wel spannend, want als je een geurtje krijgt, je weet nooit of het jouw stijl is. In dit geval zijn de geurtjes die ik heb gekregen heel goed uitgepakt, omdat ik ze heel erg lekker vond. Ook dit vind ik een heel leuk geurtje. Ik vind die flesjes dan ook gewoon heel leuk. Het kan ook wel zijn dat dit al wat oudere collecties zijn die Action dan op een gegeven moment gewoon weer gaat verkopen. Maar desondanks was ik wel heel blij met dit geurtje. Moet alleen wel het dopje erop blijven zitten. Want dat vind ik wel belangrijk. Dus dat is dit geurtje van Mariah Carey. Dan heb ik deze van Kes. En dit is... even kijken hoor, hoeveel milliliter zit erin. Dus Guess Seduction. Dit is 75 milliliter. Hij is echt huge. Hij is lekker. Hij is echt heel lekker. En dit is hem dan. Mooi flesje ook. En hij is... Dit is wel een heel zoet geurtje moet ik zeggen. Maar deze gebruik ik in de winter best wel vaak ook. Ja, ik vind hem echt super lekker. Hij is echt een heel erg lekker geurtje. En ja, dit zijn gewoon geurtjes die... Ja, die gewoon... Ja, heerlijk ruiken. En waar je gewoon ook heel erg lang plezier van hebt. Want die doe je natuurlijk langer mee als met zo'n kleine variant van 15 milliliter. Maar...
ja, dit was ook een gutje die ik al heel erg lang wilde hebben. Dus deze vind ik ook echt geweldig. Dan ben ik toe aan het allerlaatste geurtje. En dat is deze van Adam Levine. Hier zit 100 ml in. En ik ben fan van Adam Levine. Ik vind Adam Levine leuk. Als je hem openmaakt, komt er een doosje tevoorschijn. En dit is een soort van microfoon. Je had deze voor mannen en voor vrouwen. Hij is geweldig. Hij ruikt zo lekker. Hij is heel zoet, maar deze gebruik ik zo graag. Deze draag ik zo vaak. Ik vind hem zo lekker, echt. Ik vind het echt heel erg goed gedaan. Ik vind het toch knap als je als bekende zijnde een geur kan uitbrengen. En vooral als man zijnde voor vrouwen geuren natuurlijk. Nou denk ik echt wel dat hier hulp bij gekomen is. Maar hij is echt heerlijk. Deze komt ook gewoon van de Action. Volgens mij kostte deze toen 7 euro of 10 euro. Maar het is zo'n heerlijk geurtje. En ja, dit is ook wel een van mijn favorieten. Dan waren dit al mijn geurtjes die ik momenteel op mijn plankje heb staan. Het kan zijn dat er nog weer eens wat bij komt. Maar ja, weet je, ik dacht, ik doe gewoon wat er nu op staat. Ik vul het toch vaak weer aan. Of er komt weer eens een geurtje bij. Maar ik vond het toch wel weer eens leuk om jullie te laten zien waar ik zoal van hou en wat er zoal op mijn planken staat. Ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie favoriete geurtje is. Heb je één geurtje of heb je net zoals ik heel veel geurtjes? Of geef je helemaal niks om geurtjes? Dat kan natuurlijk ook. Ik vind het zelf heel lekker en heel belangrijk. Ik vind het zelf ook heel fijn als mensen gewoon een geurtje dragen. Ik weet niet, ik vind het gewoon heel erg lekker. Dat hoort ook gewoon een beetje bij mijn make-up routine of zo. Ik vond het in ieder geval leuk om weer door mijn geurtjes te gaan. Om ook weer even te ruiken van, nou ja, hè? Wat is het ook allemaal? Zoals ik al zei, die topnoten en die noten en zo. Dat is voor mij niet te doen om op te noemen, want dan duurt de video ook nog langer. Maar ik vond het gewoon leuk om hier gewoon eens doorheen te gaan. Ik wil je voor nu in ieder geval super bedanken voor het kijken. Ik hoop dat je het ook leuk vond om te zien. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Dit kan er op het rondje met mijn gezicht te drukken, maar ook even op mijn kanaal zelf. En als je daar het belletje aanzet, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Voor nu wil ik je dan heel erg bedanken voor het kijken. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. En hoop ik je bij een volgende video weer te zien. Doeg!